Dit jaar staat onder meer een teken van 75 jaar de herdenking van de vrijheid in de Nijmegen omgeving. Mm-hmm. Kunt u eens aankondigen of vertellen, wat gaat Nijmegen als gemeente, maar ook omliggende gemeentes, wat gaan die doen in dat kader? Nou, u moet zich voorstellen dat we met name in september al een 100-tal activiteiten hebben staan. En wat we vooral hebben geprobeerd deze keer, om het natuurlijk wat extra speciaal te maken, de gelegenheid van de 75 keer, maar het echt van begin af aan van onderop, maar wel samen. Dus we hebben het programma nog beter afgestemd, zodat we een goede focus kunnen leggen. Er zitten elementen in die we heel goed kennen. Parachutistenlandingen, er zullen tentoonstellingen zijn, er zullen een aantal boeken verschijnen. En wat Nijmegen betreft zal de aandacht zich vooral concentreren op het gebied bij de Nijmaap, dus bij de oversteek. En ik denk dat een heel bijzonder iets gaat worden op zaterdag 21 september, s'avond. Daar willen we een bijzondere Sunset March laten plaatsvinden. U weet, sinds een jaar of vijf lopen er soms 3, soms wel 100 mensen elke avond bij het ondergaan van de zon. Ter nagedachtenis van die militairen die oversteek hebben gewaagd. Lopen over de brug, de oversteek, naar het monument aan de overzijde. En nu willen we eigenlijk iedereen oproepen om dat met ons te gaan doen. En dan moet je denken dat echt duizenden mensen in één keer die oversteek gaan doen. Dat wordt een hele speciale route met een speciaal lichtspel en zo. En ik denk dat dat ook een goed symbool is van waar deze herdenking dit jaar nog meer dan ooit over gaat. Dat is namelijk meedoen. We merken bij tal van herdenkingen dat mensen gewoon graag erbij willen zijn en mee willen doen. Een mooi voorbeeld is natuurlijk het bombardement herdenking van 22 februari, jongstleden. Die brandgrenzen, hoeveel duizenden mensen daar al op afkwamen. Er is echt een enorme behoefte om zelf te mee kunnen doen. Dus niet alleen maar passief kijken, maar iets kunnen doen. En dat zo richten we het programma ook in. Krijgt u, denkt u, ook jongere generaties mee in dat geheel? Nou ja, we kunnen, als je het over duizenden mensen hebt, dat zijn per definitie de jongere generaties. Want de generaties die het hebben meegemaakt, zijn natuurlijk steeds geringere getalen aanwezig. Hè? Zowel militairen als burgers die het hebben meegemaakt, dat zijn niet zo heel veel mensen meer. Of ze kunnen niet, zijn niet in staat om fysiek nog zo'n de open lucht en activiteit mee te maken. Nee, het zijn juist de jongere generaties die komen. En we merken ook wel dat we bijvoorbeeld sinds de 50's gedenken, in 1994, het aantal mensen wat participeert in jongere generaties en de wat oudere generaties is alleen maar gestegen. Dus we baseren ons echt wel op de ervaring van de afgelopen jaren, die ook maken dat we nu echt heel veel publieksevenementen hebben. Je kunt kijken naar die parachutisten, je kunt kijken naar voertuigen met reenactors. Je kunt in een museum je laten bijpraten, je kunt een boek lezen om het wat beter te snappen. Of je kunt zoals die Sunset March meelopen om het gevoel ook uit te dragen, het respect naar degene die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Met name in de maand september, zegt u, hè? September is natuurlijk het eerste hoogtepunt. We hebben eigenlijk 3 grote momenten. Daarna komt februari. Dan gaan we het ook heel specifiek op de jeugd richten met uitgebreide vrijheidsfestivals en dergelijke. Nou, daar zullen we later met de details wat meer van bekendmaken. En natuurlijk de bevrijding in mei zelf. Ja. Wageningen staat natuurlijk heel centraal, maar dat zal natuurlijk ook hier in stad en regio niet onopgemerkt voorbij gaan. Dat zijn de 3 grote momenten. En september is natuurlijk traditioneel hier in de regio Nijmegen, maar ook in de regio Arnhem. Heel erg belangrijk en ligt ook echt in het collectieve geheugen vastgegrift. Ja, dat doet u samen met randgemeentes, hè? Want ook, We hebben het programma samen met alle gemeenten het Rijk van Nijmegen gedaan. Goed afgestemd, zodat de grote publieksevenementen niet concurreren met elkaar. Financieel ook 1 programma van gemaakt, zodat we met het geld wat we hebben, ondersteuning van de provincie en het veefondsen, wil ik niet onvermeld laten, tot we echt een heel erg mooi programma hebben waarvoor elk wat wil zit en waar vooral ook dat herdenken centraal blijft staan, maar vooral ook het leren van geschiedenis. Wat betekent het nou voor vrede en veiligheid nu? Ja,